Nou, dan breek ik meteen in. Goedemiddag allemaal. Hallo. Wat hebben we hier, het bestuur van City Seats? Of wie zijn jullie allemaal? Want ik ben hier anderhalf jaar terug al eens geweest. En toen was jij er ook. Mm-hmm. Ja, dit is het bestuur. Ja. Uiteindelijk zijn jullie tussen de flats van de Drie Wegenhof beland. En daar staan we ook nu. Ja. En wat ik eigenlijk niet goed wist, maar waar we nu staan, die is er dus al 3 jaar. Mm-hmm. Want hoe zit dat? Dat zijn schooltuinen. Of Tine, maar je had er al iets over verteld, maar hoe zit dat dan? Nou, dat zijn uit de buurt hier zijn er 2 basisscholen, het Element en Wilgenhof volgens mij. Ja. En die maken gebruik van die schooltuinen. Ja. En dan komen kinderen 1 keer per week hier om te werken. Komen ze hier werken. Dus hier is al regelmatig geoogst en geplant en deze is gewoon in vol bedrijf. Ja, want jullie hebben nu tussen de 2 andere flats, daar zijn dus ook locaties nu. Die zijn net aangelegd en de drainage is aangelegd. Ja, dat klopt. We bouwen groenten voor mensen die met armoede te maken hebben. En dat wordt gedaan ook door vrijwilligers die voor een deel ook mensen zijn die met armoede te maken hebben. Of op een andere manier moeilijkheden hebben in het leven. En die hier dan een goede dagbesteding in vinden. Ja. En omdat vanwege het sociale karakter van het hele project wordt door de gemeente ook mee mogelijk gemaakt. Ja, want hoeveel mensen zijn er nou eigenlijk bij betrokken? Als je gewoon alle mensen die verbouwen, vrijwillig zijn, hebben we het dan over 100 mensen, hebben we het over tientallen? We rekenen nu op 35 mensen. Ja. Okay. Die komen niet allemaal elke week natuurlijk, maar zo op onze lijst van vrijwilligers staan er nu 35. Jullie kunnen ook nog wel fondsen gebruiken of middelen? Ja. En hoe ziet dat er dan uit? Want er zijn allerlei mogelijkheden. Ja, dat klopt. Nou, aan de ene kant kun je gewoon sponsor worden. En dan door middel van een financiële gift ondersteunen. Dat kan eenmalig zijn, dat kan regelmatig zijn. Dat ligt dan echt aan jezelf. Maar je kunt ook een donateurspas kopen. En dan zou je in principe 7 keer of 7 weken lang groenten voor 1 persoon kunnen ophalen. Zo'n donateurspas kost €50. Dan kun je gewoon kiezen wat je wilt. Okay. Wat op die dag in de uitgifte ligt. Groenten, fruit, kruiden, snijbloemen hebben. Dus dan kun je gewoon wat je lekker vindt. Dus je kan soms ook nog een bosje bloemen meenemen voor je, lief. Ja. Ja, nou, dat is mooi. Ja. Ja. En wat we ook, daar zijn we een beetje aan het over nadenken, om ook de horeca en ook winkels in de binnenstad mee een beetje in te betrekken. Ik zit aan te denken dat een café of een restaurant gewoon voor een dagje het voor je doneert. Dat lijkt me een heel mooi idee. Of dat we gewoon een spaarpot kunnen neerzetten bij een cafeetje of een restaurantje. Waar de gasten gewoon een eurotje of 50 cent of wat dan ook erin kunnen gooien om ons daardoor te steunen. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Dat vind ik wel leuk om specifiek te benoemen. Want ik ben natuurlijk een binnenstadsplatform. Ja. En het wordt ook door veel ondernemers gelezen. Dus ik zal dat er specifiek bij zetten. Dat zou heel mooi zijn. Dan, wie weet wie zich geroepen voelt. Er zijn altijd wel belangstellenden voor, denk ik. Nou ja, misschien zijn er restaurants die gebruik kunnen maken van onze groenten. Ja. We verbouwen natuurlijk biologisch. Dus het zou zo kunnen zijn dat een restaurant daar interesse in heeft. Er zijn op dit moment restaurants die dat al doen. Hè. Resto van Harte kookt van ons. Het Legers Hels gebruikt groenten van ons. Dat is natuurlijk mooi om op je kaart te zetten. Nou, leuk om te vermelden. Wilt u nog wat zeggen? Ja, ik wou nog even de huurders noemen. Wij verhuren ook tuintjes. En dat is ook belangrijk voor ons. Want dat levert geld op. En dat is eigenlijk een vaste inkomstenbron voor ons. En zijn er plekken vrij op dit moment? De mensen kunnen zich aanmelden via onze website. Als men wil huren, dan komen ze op een wachtlijst op dit moment. Okay. We gaan de verhuizing inzetten, dus dan kunnen we pas goed een overzicht hebben van wie er allemaal meegaat. Okay. Maar mensen kunnen zich altijd aanmelden. En betaal je dan per vierkante meter of hoe werkt dat? Ja, dan betaal je 25 vierkante meter, kost €25 per jaar. Nou, dat klinkt niet als heel veel. Dat klinkt zeker niet als heel veel en daar kun je gemakkelijk van eten. Ik zou het ook bijna voor doen. Deel, lekker een beetje schoffelen. Ja. Het is ook rustgevend. Zoals het is ook een hele gezellige plek. Hè? Die hele groep van huurders en vrijwilligers met elkaar bij de koffie. Maar ook alles wat wordt uitgewisseld. Nou ja, de vorige keer dat ik was er ook nog een barbecue en zo. Jullie doen ook wel eens dat soort dingen. Hè? Nou, ja. Dat vermengt natuurlijk. Hè? Ja. Kennis deelt zich makkelijk tussen vrijwilligers en huurders. En de afnemers, dat is een mooie wisselwerking die daar dan is. Ja. We verwachten en hopen dat dat ook erg gaat toenemen nu we hier zo midden tussen de doelgroep echt als zitstuin zijn. Ja. Veel mensen die hier wonen, die horen ook bij de groep waarmee en waarvoor we het allemaal willen doen. Ja.
ja, we verwachten dat dit extra levendigheid gaat brengen. Nou, hartstikke goed. Dank jullie wel voor de toelichting en veel succes met de vervolgacties allemaal. Jij ook, ja. Dank je wel.